Ja, goedemorgen. Het is vandaag de laatste E3-dag. Ik ben net wakker en ik heb een kopje koffie gepakt. Het zonnetje schijnt, ik zit bij het zwembad. Maar er is een probleem, want Bart die slaapt nog. En die moet natuurlijk wel mee. Dus, wat gaan we doen? We gaan hem even wakker maken. Wat zeg je daarvan? A heart of gold, but it lost its pride. Dag. Gaat die lekker? Soms. Weet je wat we vandaag gaan doen? Eten. Awkward, dude. Mm-hmm. Vandaag gaan we eindelijk de awkward opnemen. Wat zeg je me daarvan? Het lijkt me heel erg spannend. En zo. Nou, Bart is er klaar voor. Hier heb ik een kop koffie. En dan mag je direct het E3-journaal openen. Hallo en welkom bij het E3-journaal. Ja, even hoeveelste E3-journaal, laatste dag. Welkom bij het achtste? Zevende E3-journaal. En de laatste dag van het E3-journaal. En laten we beginnen. Ja, daar ben ik wel tevreden mee. Goed, Bart, wat ga je vandaag precies allemaal doen? Ik ga allemaal lekkere wijven domme vragen stellen. Dus ik ga awkward opnemen. En we hebben vanavond nog een feestje bij Microsoft en Activision. En ik ga een taxi bestellen. Want ik ga morgen natuurlijk nog weg naar MLG. Dus wauw. Wat doen? Ja. Goed, dit was het dan. Je kijkt naar het E3-journaal. Dat heb je nog niet eens gezegd. Jawel, heb je wel gezegd. Ik moet zelf ook nog een beetje wakker worden. Het is een mooie dag, Bart. De zon schijnt. Alles is er klaar voor. De zon schijnt. Het allerlaatste E3-journaal van dit jaar. Je zou er bijna emotioneel voor worden. Er stond vandaag niet zoveel op het programma, maar Jurjen, Jan en Wouter bespreken hun favoriete games van de laatste beursdag. De makers van Mortal Kombat, Netherrealm, zijn wel mazzelkezen, want ze hebben vrij spel gekregen over het universum van DC, oftewel DC Comics. En dat is het universum waar bijvoorbeeld superhelden zoals Batman, Superman en Wonder Woman vandaan komen. En wat gaan ze ermee doen? Een knokgame maken natuurlijk. Lijkt me logisch, maar ze hebben alle superhelden helemaal opnieuw vormgegeven, nieuwe pakjes gegeven, nieuwe moves. Het heeft dus niks meer te maken met de game die we kennen van een aantal jaar geleden, Mortal Kombat vs. DC Universe, die niet zo heel erg boeiend was. Het is volledig op de schap gegooid en het nieuwe van deze game is dat de achtergronden nog interactiever zijn dan we gewend zijn van bijvoorbeeld Dead or Alive of wat voor game dan ook. Dat betekent dat je auto's kan nemen die kapot kunt slaan op hoofden van superhelden. Ze hebben verschillende verdiepingen waar je iemand knalhard doorheen kunt slaan. En het ziet er verdomd spectaculair uit. En wat ook heel erg mooi is, alles gaat naar de tering. Dus je hebt echt het gevoel dat superhelden een immense battle aan het houden zijn. Want alles gaat kapot. Can't stop running. De grootste verrassing en eigenlijk ook de beste game voor de Wii U die we nu hebben gezien, dat is Zombie U. Ik heb de game vanmiddag ook gespeeld en ik moet zeggen, het is echt een rotspel. Een rotspel in de goede zin van het woord en wel op twee manieren. Ten eerste zijn de zombies natuurlijk rot. En ten tweede is het gewoon heel vervelend als je in een kist staat te kijken en je ziet niet wat er om je heen gebeurt, dat je dan door zombies gegrepen kan worden. Het is echt een spel waarin zombies uit het niets lijken te komen, ze zijn er wel. Alleen, je moet heel voorzichtig vooruit gaan in het spel, zeg maar. Dus je scant je omgeving, maar terwijl je naar voren scant, kun je ook weer van achteren worden gepakt.
Het effect is echt heel anders dan in Resident Evil of zo, waarin je eigenlijk toch gewoon veel meer controle hebt over wat er gebeurt. Dit spel kan niet gepauzeerd worden. Het is eigenlijk de hele tijd oppassen en schoorvoetend vooruit gaan. Eén beet van de zombie en je bent dood. En die spanning die dat opbouwt, dat was voor mij absoluut het mooiste wat ik op de Wii U heb beleefd deze week. Dus een heel tof rotspel. Op de laatste dag van de release zag ik ook een titel met het woord Last erin. The Last of Us, een van de titels hier die Sony PlayStation ten doop hield. En jongens, wat is het een mooie game. Op het Europese perscentrumpje hierboven, op de Concours, daar liep ik naar binnen. En omdat het de laatste dag was, zei die developer van dienst, ach weet je wat, ga maar lekker zelf spelen. Eigenlijk mocht dat niet. Ik heb het zelf gespeeld en het komt van Naughty Dog. En waar Naughty Dog natuurlijk heel erg bekend om is geworden, is Uncharted. Daar is de actie over de top met een dikke knipoog. Nathan Drake die redt zich overal uit. The Last of Us is veel grimmiger, veel donkerder. Een post-apocalyptisch avontuur zonder te veel nadruk op zombies. Die relatie tussen die oude, wat oudere, grote, sterke gast en dat jonge meisje. Terwijl je toch gewoon aan het overleven bent. Het is echt een survival action game, geen survival horror game. Hij heeft wel horror elementen, maar het zag er heel erg mooi uit. En de sfeer, die heeft me echt gegrepen. Daarom wil ik The Last of Us alsnog nomineren tot zeker een hoge plaats in mijn top 5 van deze E3. Maarten, Wouter. Yo, bust! Leuk dat je kijkt naar een nieuwe Joopost van locatie. Het is niet echt een nieuwe Joopost. Hoezo is het niet een nieuwe Joopost? Omdat het seizoen al afgelopen is. Ja, dit is een after, dit is een bonus. Dit is een extra, weet je, op cd's had je toch ook altijd vroeger een extra bonus track. Dat is dit, daar kijk je nu naar. Daar zit je in. Het heeft niks met seizoenen te maken. Dit is gewoon de E3 version, joh. De E3 version van de Joopost. En we hebben zelfs een fucking zak bij ons. Ja, die hebben we bij ons, maar daar hebben we natuurlijk geen flikker aan. Ik heb namelijk hier een digitale zak. Dit is wel een echte zak. Gooi die eens even heel hard op de fucking tafel. Daar zit mijn MacBook in. Oh. Kijk hier. Hup, die gooien we weg. En hier heb ik dus alle briefjes. Dan trek je zo'n paal uit je zicht. Omdat het een dikke explosie was net, zag je dat niet? Oh nee. Deze is van Danny Peperkamp en het onderwerp van de brief is puur redactie dubbelgangers en hij heeft, Jurjen Tiersma heeft die gezien. Eigenlijk is het check. Eigenlijk is het een nieuwe rubriek voor in de puur, hè? Je bent ja, nou dubbelgangers. Je bent nu weer het zijn eten van zijn brood aan het roven, of zijn beleg van zijn brood aan hoezo? Het roven. Wat deed hij? Wilde het hebben. Wilde hij in de puur doen? Nou, dan bewaren we die andere voor in de puur. Oh. Doen we deze ook in de puur en die andere vertellen we niet. Dan moet je de puur kopen. Die zien wij hier, maar die laten we niet zien. Welke? Hoezo? Nee. Die ene die hebben we zelf al gezien. Die heeft al in de puur gestaan. Die Bill? Tekening van de week. Dit is een brief van Peter Terhaar. Oh, die kennen we niet. En Peter zegt, Hendrik. Beste Jurjen Tiersma, toen ik me vlak voor het EK begon. Toen ik me vlak voor het EK verveelde, begon. Heb ik deze tekening van Baby Mario gemaakt. Goed, Peter. Klik er even op. Rambam boterham. Kijk. Dat is wel leuk. Prachtige Mario tekening. Ja, dat is toch leuk? Jij kunt dit. Behalve niet. Dan dat jij hij kunt een, dit niet. Een oranje outfit aan heeft. En ik heb een Nederlands elftal dingetje. Oh, dat is natuurlijk ook allemaal weer voor de EK. God, dat is ook toevallig. Nou. Vraag van de week. Wat zijn de games waar jullie het meest naar uit hebben gekeken, maar toch wat niet zo leuk was? Dat zegt Gijs Bolko Smit. I am Bolko. Welke games heb je naar uitgekeken, maar Bolko. Die waren toch niet zo leuk? Bolko, wel was. Bolko? Bolko. Dat is een krachtige. Als ik een hamster heb, zou ik een Bolko noemen. Ja, een hamster, ja? Vind ik een beetje te sterke naam voor een hamster. Een dikke cavia dan, of een konijn. Een konijn is toch ook niet echt een Bolko? Een Bouvier. Ja, Bolko de Bouvier. Ja, of een stier. Maar goed, hij vraagt welke games eigenlijk een beetje teleurstellend waren dus. Waar je dus eerst al naar uitkeek. Ik heb er eigenlijk nog niks tegengekomen waar ik echt teleurstellend vond. Jij wel? Nou, ik vond het heel fijn. We hebben het toch wel over... Vraag van de week. Ja. Wat is de beste game die jullie tot nu toe hebben gezien op de E3? En dat zegt
Aaron@Aripiep. Voor mij beste Aaron@Aripiep. Aripiep? Ja, dat is zijn naam. @Aripiep. Ja, dat bedenken mensen zomaar. Ja. Ik heb het ook niet bedacht. Ik lees het alleen voor. Voor mij was het XCOM Enemy Unknown. De beste game die ik tot nu toe heb gezien? Ja. Echt waar? Ja, absoluut. Nou, ik kan niet zo goed kiezen. Ik zit een beetje met Assassin's Creed 3. Far Cry 3. Die heb ik nog helemaal niet gezien. Ik vond Tomb Raider. Oh, zo leuk. Shit. Ik ga nog, en ik die ga... game die natuurlijk aangekondigd was hè, van Ubisoft. Die Watch Dogs. Ja, die moet ik die ook steelde iedereen zijn hart. Dat is een beetje net als The Last Guardian. Weet je wel? Op een gegeven moment dit is gewoon eenmalig iets. En dat komt nooit uit. Judge Ed vraagt van de week. Naar welke games kijkt de drijvende rechter uit? En Rick Martens zegt dat. En wij hebben het weet je eigenlijk had hij dat best kunnen weten. Nou, ja, dat zijn deze dus. We hebben het gevraagd, dit gaf hij als antwoord. Justice Dance, Gears of War Judgment, een nieuwe Smash Court. En een vervolg op Phoenix Wright Justice for All. Daar kijkt hij naar uit. Daar kijkt Judge Ed naar uit. Judge Ed, de drijvende rechter. Jongens, dit is de allerlaatste dag en ik denk dat ik wel zeggen mag dat het hier in L.A. een heerlijke tijd is geweest. We hebben keihard gewerkt, maar ook keihard gefeest. Ik wil iedereen bedanken die de afgelopen dagen naar ons E3-journaal keek en zeker ook de PUR-redacteuren, want het was een fabelachtige week. Ja, het is nu echt helemaal klaar. En als het aan mij ligt, zeg ik, tot volgend jaar.